Het Seniorenkennisnetwerk, een organisatie voor begeleiding van sociaal-maatschappelijke projecten, bood onlangs het eindrapport van het project Iedereen kan meedoen aan. Het rapport bevat ervaringen van inwoners met een fysieke beperking wat betreft bereikbaarheid en toegankelijkheid in onze gemeente. Behalve mensen met een fysieke beperking worden door vergrijzing en het overheidsbeleid, waarbij oudere inwoners geacht worden steeds langer thuis te blijven wonen, de onderwerpen bereikbaarheid en toegankelijkheid steeds belangrijker. Horen wij van huisartseninstellingen dat bijvoorbeeld de vereenzaming en de depressiviteit toenemen, waardoor het levensgenot en de levensvreugde van mensen niet toeneemt. Dus die bereikbaarheid en de toegankelijkheid, iets te bereikbaar, moet geen obstakels opleveren om mensen naar buiten te brengen. Ook aanwezigen konden vragen of anderzijds reageren. Van de raadhuisstraat, daar kunnen ze recht bij mij op het huis rijden. Hè? Ik voel me niet veilig in mijn eigen huis. Okay. En dan wil ik eigenlijk vragen of er weer bepaaldjes die aan kunnen zetten. Dus er is voor gepleit, maak die zijwegen duidelijker dat het wegen zijn en vooral dat het wegen zijn die voorrang van rechts hebben. Dank u. Laten we eens bekijken of er in Moergestel nog wat te verbeteren is wat betreft toegankelijkheid en bereikbaarheid. U hebt net over het plein gelopen. Viel daar mee met de rollator over die ongelijke stenen? Nee, dat is helemaal niet gemakkelijk. Nee. Maar ja, het kan niet anders. Hè? Nou ja, dan gaan we aan kijken of we daar veranderingen in kunnen brengen. Ja, nou, dat is heel belangrijk. Nou denk ik niet dat wij ineens een nieuw plein krijgen, maar daar waar mogelijk is, zou het wel fijn zijn als daar rekening mee werd gehouden. Ja? Te veel allemaal obstakels, net als van die geulen en alles, ja, dat is niet gemakkelijk. Nee. Dan staan we op het Sint-Jansplein, dat is ook niet alles voor jou, hè? Nou, nee. Want hier heb je allemaal die kiezelsteentjes en zo op het plein. En ja, ik heb een pin in mijn rug en als ik daar overheen rijd, dat doet best wel zeer. Kleine hoogteverschillen blijken telkens hindernissen voor hen te zijn. Wat vindt u ervan dat een werkgroep bezig is om plaatsen te zoeken die moeilijk toegankelijk zijn voor mensen met lichamelijke beperkingen? Nou, ik vind dat heel belangrijk. Want dat mag gerust eens allemaal een beetje beter zijn. Want het zijn heel veel moeilijke plekken dat je met een rollator bijna niet meer over kunt. En dan zeker met een rolstoel niet. Patrick, ken jij plaatsen hier in Moergestel die voor iedereen goed toegankelijk zijn, maar als je in een rolstoel of met een rollator moet lopen, dat het daar heel moeilijk wordt daar? Bij het pastoorpaadje, als je naar het pastoorpaadje gaat en je moet daarin, ja, dat is heel smal en zo, ja, dat gaat bijna niet met een rolstoel. Dus meestal als we dan gaan sporten of zo, dan gaat de rest in het pastoorpaadje en dan ga ik gewoon via de Postelenstraat naar de sportschool. Jij gaat nogal eens een keer uit, hè, hier in het dorp. Geeft dat bepaalde moeilijkheden? Kun je overal bij? Ja, ik kan wel overal bij in het algemeen. Maar bij sommige kroegen moet ik, als ik uitga, in mijn duwrolstoel, want anders kom ik niet binnen. Maar je kunt wel bij de bar? Ja, dat kan wel. Dat is heel belangrijk, hè? Ja, voor mij wel, ja. Zo, dat komt maar net, hè. Tijdens een rondgang door Moergestel kwamen we toch nog een aantal eigenlijk onnodige hindernissen tegen. Zoals niet verlaagde trottoirs, fietsobstakels, glasbakken met rondom scherven of moeilijk toegankelijk, slecht geparkeerde fietsen, te weinig veilige oversteekplaatsen, te smalle voetgangerspaden, losliggende tegels en verkeerd geplaatste bomen. En last but not least, slordig neergezette vuilniszakken. Het eindrapport met conclusies en aanbevelingen werd aan wethouder Verhoeven overhandigd.
dat uw reactie erop dat bij ons een goede aarde vond en ook bij de bezoekers hier. Okay. We hopen dat we inderdaad na deze middag kunnen zeggen, we kunnen een stap verder zetten. Ook dank voor het resultaat. En dat zeg ik zonder aarzelen. Hoewel er natuurlijk een aantal dingen in staan waar de gemeente wordt aangesproken. En zo voelen we dat ook. En er zijn een hoop dingen te verbeteren. En ik ga niet flauw doen om te zeggen bijvoorbeeld, daar gaat ook een hoop goed. Gelukkig gaat er ook een hoop goed en dat hebben we ook samen geconstateerd. Hier staat in wat beter kan. En we hebben ook afgesproken dat we elkaar, uw project is afgerond in die zin dat het helder is waar we aan moeten werken. We hebben ook afgesproken dat we in de toekomst met elkaar blijven kijken hoe lossen we het op. En dat daar ondertussen een mooie handreiking voor ligt van zo zou het kunnen met behulp van ongehinderd. Maar ook natuurlijk met onze eigen afdeling en eigen mensen. Wij hebben afgesproken dat we een plan maken hoe we dit gaan aanpakken. Er gaat een heleboel goed, er zijn veel voorzieningen aangebracht, maar er valt toch nog veel te verbeteren. Mocht u suggesties tot verbetering hebben, dan kunt u die op de website onder in beeld gebracht daarvoor te kennen geven.